is nou een supergoed onderwerp voor ons op dit moment. Hallo, goedemorgen! Oh, hey, goedemorgen joh! Goedemorgen! Het is vandaag vrijdag en Jola die gaat weer naar de vader vanmiddag. En ik ga lekker sporten straks, ontbijten en editen en verder zullen we nog wel even zien. Oh, Jola mocht één broodje en Nutella vandaag. Yes, yes, de honden zijn de wereld nog niet uit. Bart gaat mee sporten in de ochtend. Met mijn boek. Met je boek, oh ja, dat heb ik nog helemaal niet verteld. Ik heb helemaal niks toegelicht. Nee, we gaan vanaf maandag gaan wij weer een helweek doen. En een helweek, wat dat is, nou, kijk even naar dit i'tje hierboven. Dan zet ik even de afspeellijst van onze eerdere helweek van vorig jaar daar. En dan kunnen jullie onze helweek van vorig jaar zien. En dit keer gaan we weer een helweek doen. Dus ik ben benieuwd. Heel veel zin in. Ik denk wel dat het een hel wordt dit keer, want ik kan al niet eens om 7 uur wakker worden. Nou, vorige keer was het ook een hel hoor, vooral op de donderdag dat je dus de hele nacht door moet halen. Oké, die nacht doorhalen ga ik dus niet meer doen. Nee. Want, dat vind ik echt super zwaar. Ik moet even kijken of ik het doe, want dat is eigenlijk dat je uit je comfortzone gaat. En dat hebben we vorige keer al gedaan. Dus nu is het niet meer echt uit je comfortzone. Nee, maar het is ook gewoon echt niet goed voor je. Ben ik, denk ik, vind ik. Voelt niet heel goed om de hele nacht wakker te blijven en te werken. Sporten met het weer. Ze hebben hier echt een airco, maar ik voel niet. Blijf positief, oplossingsgericht zijn, wees daadkrachtig en proactief. Neem wel voor positieve rust, besteed extra aandacht aan kleding en uiterlijk. Wow! Geen social media overdag. Geen praatjes meer met je collega's of vrienden. Tenzij die ook in de helweek zitten. Nee, maar je mag wel heel sociale dingen mag je wel doen, maar niet social media. Dat is wat anders. Die train minstens één keer per dag, liefst in de ochtend. Joris gaat ook meedoen met de helweek. Zo, even een gebakken appje en een vers jusje. Ik heb hier allemaal boekjes uit het vliegtuig. Ik dacht ook wel eens goed voor mezelf om even te kijken wat we aan boord allemaal vertellen en doen. Dus dit is van Transavia. En deze. Wat zullen we eens gaan lezen? De muscle en fitness. Heb jij even muscle? Een supergoed onderwerp voor ons op dit moment. Tada! Nou, we gaan even de tips door. Tips voor jullie samen. Doe het elke 2 tot 3 dagen. Tegen geen glijmiddel. Hey Dekse Peksje! Dekse Peksje Pikse Pokse Pakje! Moet je dit nou toch zien? Wat vinden jullie hier nou van? Dit is toch gewoon echt heel lelijk. Als je het mij vraagt. Bart, wat vind jij? Wat vind je van die? Het is sowieso niet echt mijn ding. Dit, want, ik vind het heel knap. Die valt nog wel mee. Ik vind het heel knap dat die mensen dat bereiken zo. Maar het is gewoon niet echt mijn ding. Nee, dit vind ik helemaal niet meer. Ik vind het niet mooi. Hey! Wie is dat? Ja, Mike. Welkom Mike. Die van je vandaan. Oh, wat knap. Nu heeft hij iets gewonnen. Dit ziet er beter uit. Ik ben vandaag dus weer echt non-stop aan het editen, maar ik heb pas 1,5 filmpje gedaan. Het zit gewoon een beetje tegen. Mijn computer loopt de hele tijd vast. Ik krijg de hele tijd allemaal e-mailtjes en dingen die mij afleiden. Ik heb een soort van to-do-listje in mijn hoofd die alleen maar aan het oplopen is. Maar ik heb er nergens zin in. Het is ook gewoon een beetje door de hitte, denk ik. Dan zit ik de hele tijd naar buiten te kijken. Het is zo warm. Ik word er ook een beetje wuh van eigenlijk. Maar goed, ik ga gewoon even
verder. Ik maak in ieder geval nog even één vlog af. En daarna ga ik echt even lekker een to-do list maken voor mezelf. En dan sluit ik de vrijdag af daarmee. En dan kan ik in ieder geval wel lekker het weekend in. En dan van het weekend nog maar even één vlogje of zo editen. En dan hebben we weer de trailer niet gemaakt. Ik wil nog steeds een nieuwe kanaaltrailer maken. Maar ik vind er de tijd niet echt voor. Dus, maar goed, als we dus volgende week de helweek gaan doen, dan zal ik echt wel in de vibe komen om die dingen allemaal te doen. Want de helweek, in de helweek doe je echt heel veel. Ik zit er ook wel een beetje tegenop. Maar goed, komt goed. Zo, we zijn heel... Oh, wat zijn we toch weer in stijl, schatje. Beetje dezelfde kleur, hè? We zijn onderweg naar... De karwei. We gaan snel gips halen, zodat ik de stopcontacten dicht kan smeren en de keuken kan afmaken. Oeh, en dan gaat het misschien ook heel snel. Misschien wel, ja. Nou ja, we gaan in ieder geval weer verder met de keuken dit weekend. Dus, ik ga verder met de keuken. Ja. Dat verven, dat moet ik allemaal doen, hè? Ja, oké, maar dat vind ik niet echt onder de keuken verstaan. Ja, maar ik kan er pas mee beginnen wanneer jij eindelijk klaar bent met jouw dingen. Klopt, ja. En dan gaan we nog even boodschappen doen bij de appie. En dan gaan we gewoon chillen thuis deze avond. Want ik wilde graag uit eten. Maar natuurlijk willen de jongens dat weer niet. De jongens willen wel. In mijn driehoeksverhouding. Vanavond is alles al vol waarschijnlijk, dus het heeft geen nut. Je kan echt wel ergens anders. Nee. In de stad hier in Purmerend is alles vol. Dus we gaan gewoon vanavond even reserveren voor morgen. En vanavond gaan we lekker een filmpje kijken met wat popcorn erbij. En jongens, is goed. Hard. Allesvuller, snelvuller, grote gatenvuller. Ik ga kruiden knippen. En dan vooral deze. Die vind ik zo lekker. Volkoren. Ja, hier heb je. Always choose volkoren. Volkoren pita broodjes. Wauw, we hebben iets ontdekt. Oreo ijs. Heeft iemand dit wel eens geproefd? Ik ga het niet doen, maar ik ben wel heel benieuwd. Maar ik denk dat ik toch kies voor mijn andere favoriet. En dat is deze. Oh, dit is zo lekker. Nou, we zijn thuis hoor. Het is inmiddels 8:30. Zwammen maken. Kip zwammen maken met verkoren broodjes. Dus dat is lekker echt goed. Zwammen maken. We gaan zwammen maken. Zwammen maken. Oh ja, en we hebben ze toch gekocht, hè. We hebben toch... Nee, Bart heeft het gedaan. Bart heeft het gedaan. Ja, op jouw advies. Hier. Oreo-ijsjes. Maar eerst gaan we zwammen maken. Joris ligt er weer lekker in op zijn vaste plekje. Zijn vaste plekje in huis. Een nieuwe serie. Een nieuwe serie over trio's. Oeh. Ja, ze gaan weer. Hey, kijk. Oh. Oh, ze zijn klaar. Dit is een mist. We hebben het gemist, jongens. We hebben wat gemist. Oh, dan moeten we hem terugspoelen. Ben je maar serieus aan het filmen weer een ding op je te laten? Oh, ik dacht dat we misschien beter vergeten dat je dat ding op je hoofd hebt. Zeg jullie even gedag. Fijn weekend. Is dit het? Fijn weekend. Komt er niet iets bij van dankjewel voor het kijken. Abonneer hier in het midden. Ik ben dit niet hier. Abonneer hier beneden. En Lori is. Yay! Kijk, ze leren het al. Yay! Doei doei! Een fijn weekend allemaal! En wat komt de zondag online? Weet ik nog niet. Vast wel iets leuks. Maandag, in ieder geval. Helweek! En Joris gaat ook meedoen met de Helweek. Yeah, man! Heel heftig. Heel vet. Overmorgen. Oh nee. Over, dus het volgende filmpje wat jullie gaan zien, dat wordt de eerste dag van de Helweek. Als we geen weekend voor. Later.